Hola jongens, welkom terug bij een nieuwe video. Ik heb dit gewoon 2 weken lang niet kunnen zeggen. En ja, ik heb het gemist eigenlijk. Maar goed, the girl was ziek. Ja, ik was zo verschrikkelijk ziek jongens, vandaar dat jullie me 2 weken niet hebben gezien op YouTube. Ja, 2 weekjes, wow, tijd gaat snel. Anyway, ik was echt super ziek en ik was uiteindelijk positief getest op corona. Ja, I got it. Maar goed, ik voel me weer helemaal beter, jongens. En ja, we gaan weer lekker beginnen met vloggen. Het is vandaag maandag en ik ga eindelijk weer naar buiten. Vandaag is de eerste dag dat ik weer naar buiten ga. Ik ga nu Jeremiah ophalen voor school. En dan een paar kleine boodschapjes doen en dan zie ik wel. Anyway, voor vandaag heb ik een sweater aan van de Primark. Levi's jeans en mijn Nike's. En ja, dat is het zo een beetje. Ik moet morgen weer werken. Dus vanavond gaat Jeremiah bij mijn moeder slapen. Ik heb morgen weer ochtendnieuws. En laat me jullie zeggen, ik heb zelfs zin in werk. In werk. Zin in werk. Anyway, ik ben veel te lang thuis gebleven en ik ben happy. Ik ga nu naar buiten. Ik zie jullie later. Nee, dat was het. Mag ik nog doorrijden? Oké. Zo jongens, we zijn er met de McDrive en we gaan nu even McDonald's halen omdat Jeremiah honger heeft en loopt te dwingen. Dankjewel. Ga jij dit gezellig? Ja. Waar zou ik dit moeten zetten dan? Hij is echt dom hè. Wat troep in de auto. Oh, mijn ijs gaat smelten. Jeremiah, doe niet alsof je slaapt. We zijn straks bij oma. Ik moet echt alles uit de auto weggooien, want er is echt veel troep in die auto. Goed, onze bestelling komt eraan. En daarna ga ik rijden naar mijn moeder. En dan eventjes. Dankjewel. Ik ga echt alles checken nog, want ik heb allemaal specials. En ik kan het niet accepteren als er iets fout is. Dan word ik boos. Wat kijk je, vriend? Dan ga ik even hier gaan. Baby, is het cola of Sprite? Sprite? Wat is dit? Waarschijnlijk is gewoon dat dingetje een beetje vies of zo. Weet ik veel. Je moet het gewoon eraf halen wanneer we binnen zijn. Wat is dit allemaal? Kan ik het snijden? Met cricket play. Cheeseweven play. Heb ik niks voor mezelf besteld? Jawel, mijn kroket, cheeseburger. Ja. Ik heb geen frietjes. Ik ben echt bang. Sorry, mi amor. Wat zeg je? Je bent moe, hè? Oké, dan gaan we snel. Hou maar snel weg. Je hebt alleen één klein frietje hoor, papi. Ik hoef niet met je te delen. Goed jongens, we gaan nu naar Amstelveen. We zien jullie later. Goedemorgen jongens. Nou, eigenlijk is het niet echt een goedemorgen. Mijn dag begint super kloten. Ik was zo ready om te gaan werken vandaag. Het is vandaag trouwens dinsdag. Ik was echt ready om te gaan werken. Ik was nu dus onderweg naar werk. En ik was al bijna op werk hè, jongens. En ineens word ik aangereden. Ik word gewoon aangereden door een bedrijfsbusje. Even serieus. Dit is de tweede keer dat ik word aangereden door een bedrijfsbusje. Maar goed, ik heb... Hetgene wat mij gewoon het meest boos maakt is... Er waren 2 mannen in die auto. En de bestuurder stapte uit toen ik mijn auto dus had geparkeerd om te kijken, je weet toch, praten en zo. Stapte die bestuurder uit en eerst was die andere man eerst uit te stappen.
En hekje praten met gaat het en zo. En toen stapte die bestuurder uit. En hij kwam meteen met, ja, je was op je telefoon. Dus ik echt helemaal confused met, ik was op mijn telefoon, waar heb jij het over? En die andere guy had eerst gezegd van, ja, je was er ineens. Toen die bestuurder zei van, ja, je was op je telefoon, kwam hij ook meteen met, ja, je was op je telefoon, we hebben het gezien en dit en dat. Ik zeg, luister dan, jullie moeten niet komen liegen dat ik op mijn telefoon was, want ik was helemaal niet op mijn telefoon. Die, ja, je was op je telefoon, je was aan het bellen. Ik zeg, bellen? Waar was ik aan het bellen? Echt, sorry dat ik aan het schreeuwen ben, maar ik word gewoon boos als ik er weer aan denk. Maar anyway, ik was niet op mijn telefoon. Mijn telefoon is gewoon altijd naast me. Het was op Waze. Het was op die app, is een app. Ik kan niet eens meer praten, maar het is in ieder geval een app dat berekent hoe laat ik ergens aankom. Dus ik doe dat altijd aan om te kijken of ik op tijd op werk aankom. En het was gewoon naast me. Anyway, deze twee domme idioten blijven gewoon liegen. Ik zeg, luister dan, ik heb hier geen zin in. Vul die formulier in en ik regel wat ik moet regelen. Jij regelt wat je moet regelen. Hey, deze kill probeert me helemaal te manipuleren en zo. Ja, ik praat nu echt super ghetto, want ik ben gewoon boos. Deze man probeert me te manipuleren en zo. Ik zeg, luister dan, je gaat mij niet lopen manipuleren hier zo. Het gaat je niet lukken. Toen zei ik, en waarom vul jij die formulier in en niet de bestuurder zelf? Anyway, dus die bestuurder ging er niet invullen, want hij kon geen Nederlands. Nee, het verhaaltje is zo, het is zo fucked up. Het is zo fucked up, jongens. Like, echt, ik ben zo boos, hè. Ik ben zo boos, like. Ik heb wel een vervangende auto, want ik ben gewoon namelijk verzekerd. Maar ik ben echt boos, want ik hou gewoon van mijn auto en ik wil geen vervangende auto. Ook al is het wel een mooie auto. Maar alsnog, ik ben gewoon boos. Nu moet ik gaan wennen aan deze auto. Ik weet niet hoe lang het allemaal gaat duren. Ik heb een parkeervergunning. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Nu moet ik betalen voor deze auto. Terwijl ik woon daar. Ik woon daar. Moet ik gaan betalen. Parkeer gaan betalen, hè? Voor deze auto. Want het is niet op de naam van mijn papa. Oh! Ik kan niet eens praten. Ik ben gewoon boos, jongens. Ik ben gewoon boos. Anyway, like, ik ben alsnog met deze vervangende auto helemaal naar werk gekomen. En ik ga gewoon werken. Terwijl mijn hoofd er helemaal niet bij staat. Maar oké. Zo begint mijn dag dus super kloten. Ik ga even foto's hier aan jullie laten wijzen hoe stuk mijn auto is gegaan. Like, hier ook. Dat. Echt. Maar oké. Zo, jongens. Naar huis geweest. Me opfrissen en omkleden. Ik ben nu in Amstelveen om Jeremiah op te halen. En nu gaan we even naar Roepram om roti te halen. Want roti is fun. Ik heb geen zin om te koken, dus ja. Dankjewel. Dat gaan we eten. Like onze vlog nog op de duimpje hoog. Ja. Maar nu is onze muziek weg. Vandaag is het woensdag. Vandaag is het dinsdag, mensen. En wij hebben lekker roti gekocht. We zijn thuis en we gaan nu eten. En nu gaan we lekker eten en roti. En vinden jullie ook lekker de Santino? Volgens mij is dit bord te klein. Mama, kijk de peper of zo. Dat is niet. Ja, eet je peper, laat het. Ja, ik had alleen voor peper, saus, peper. Peper eet ik soms, maar deze peper is kapot peper, dus ik eet het. En we gaan deze grote borden eten. Ja. Kijk, dit is mijn roti. En dan hebben we nog ook waarom ben je met je vleesdekentje hier? Wat zei mama? Waarom ben je met je deken hier? Dat wordt helemaal vies. Dat is koud. Oh, deze heeft geen groenten. Dit is anders dan wat ik normaal koop. Mama. Dat is koud, waarom? Ja, jongens. Dit is anders dan wat ik normaal koop.
Ik ben nu echt heel slecht aan het vloggen. We gaan nog eventjes We gaan in ieder geval... Gronten, hè? Gronten. Shit, dat ben ik vergeten. Die groenten. Ik heb allemaal verkeerde dingen besteld vandaag. Want ik neem normaal ook nog zo'n blanco plaat. En groenten. En groenten. Maar het komt dat ik door een hele andere dingen zomaar ben gaan uitproberen. Maar anyway, we gaan nu eten en daarna gaan we... En deze vlees blijft op trap. Van lekker... Even kijken dan naar bed. We zien jullie morgen. Hola jongens, het is vandaag woensdag en ik heb een nieuwe kapsel. Ik weet niet hoor, ik weet niet echt wat ik ervan moet vinden. But I'm gonna try this out. Anyway, ik zie er echt moe uit omdat ik echt slecht heb geslapen. En ik had echt nachtmerries over dat ik werd aangereden. Ai, ai, ai. Ik ben echt something else, maar ik had echt een nachtmerries. Like, wow. Anyway, ik ben net gebeld door een garage of zo. En ik moet een andere ding, een sleenauto gaan halen. Dus dat ga ik nu even doen. En daarna ga ik Jeremiah halen van school. Vandaag is het weer niet echt bijzonder. But we shall see. Ik hoop dat ik... Een auto krijgt die lekker rijdt. Want deze was niet zo... echt niet zo lekker. Maar oké. Okay. Ik zie jullie later weer. Zo jongens, ik heb al een andere auto gehaald. Deze rijdt ook niet lekker, maar... Dit is gewoon niet mijn maat. Maar anyway, mijn auto is... Binnen 2 weken. Binnen 2 weken hoort het klaar te zijn. Dus dan... Ik moet het gewoon even volhouden. Ja. Ik ben ik weet niet. Ik weet niet wat er met me is. Gewoon. Ik ben echt gewoon uitgeput. Mentaal en fysiek. Ik denk dat deze aanrijding. Alles wordt me gewoon een beetje too much. Eerst die corona. Dan die aanrijding. Het wordt me gewoon echt allemaal een beetje te veel. En ik weet niet. Ik probeer altijd sterk te zijn en zo. Maar... I'm tired now. I'm really tired. Anyway, ja. Ik had beloofd vandaag positief te zijn. So, that's what I'm doing. And I'm trying to be. Ik ga zo even... Trouwens, ik sta nu gewoon op een parkeerplek. Ik wacht op mijn moeder. Ze heeft een gesprek op school bij mijn zusje. En Jeremiah is met ze. Dus ik wacht nu dus. En ja, daarna ga ik even naar... winkelcentrum ga ik even nieuwe lenzen halen, want met deze kapsel, ik weet niet, het moet even, ik kan niet mijn bril opdoen met deze kapsel, ik lijk dan echt streng of zo, ik lijk echt op een juf of zo, ik weet niet. Anyway, ja, dat dus. En daarna ga ik denk ik even ergens iets eten met Jeremiah, want ik heb honger. Maar we zullen het wel zien en jullie zullen het dus ook wel zien. Tot later. Marok alleen om bloedworst en vleeswoord te kopen. Hola jongens, het is inmiddels al zondag. En dat betekent ook meteen de laatste dag van deze week. Ik heb al 3 avonden niet achter de rug. Vandaag heb ik verlof genomen. Omdat ik gewoon geen zin had om 4 dagen achter elkaar te werken. Anyway, ik ben me nu even snel aan het klaarmaken. Want... ik heb afgesproken met Shiraida om iets te gaan eten. En daarna ga ik Jeremiah ophalen bij mijn moeder. En dan is het zo... Waarom zie ik mijn ronsel niet? Dat is het dan zo een beetje van vandaag. Het is ook echt al aardig laat. Want... ik ging gisteren, eigenlijk kan ik niet eens meer gisteren zeggen, ging heel, heel, heel laat naar bed. Of vroeg, hoe je het ook wil noemen. Ging pas vanmorgen om 11 uur slapen of zo. Dus, yo, jezus, wat heb ik gedaan? Ja, ik ging pas om 11 uur slapen, dus ja. Dat is het zo'n beetje. Anyway.
Voor vandaag heb ik deze blouse aan van de Zara. Ga ik even pakken. Deze blouse van de Zara met jeansbroek. En ik ga mijn Isabels dragen. Ik weet echt niet meer van wat mijn jeansbroek is. Maar ja, dit is het. Oké, ik ga me snel verder klaarmaken. En dan zie ik jullie zo. Zo jongens, we zijn nu in Zuid. En we gaan eten bij Bulls and Dogs. Hey girlfriends. Look at her. Kijk de sexy hoor. Vraag de waar ze naartoe gaat. I'm gonna search for a husband. Deze. Wat heb ik wel eens allemaal besteld? Ik had eerst een burger, maar er zijn geen burgers meer. Dus nu heb ik een hotdog. Dus Rade heeft alleen een side. Ik weet niet hoe iemand alleen een side kan eten, maar oké. Okay. Ja. Weet je welke ding is mijn ding is? Die Dutch cookie wookie. Is met stroopwafel. Ja? Wauw. Ik ga buiten krijgen. Ja. Anyway, jullie zien zo mijn eten. Kijk, eet zo lekker, jongens. Oké. Lekker hè? Dit is zo lekker jongens. Hoe lang heb ik gezeten voor mac and cheese? Nou jongens, ik zit al vol. Ik moet niet door. Ik ga vooral. Ze kreunt er nog bij hoor. Hier of toch? Ik heb hier niet eens een slokje van genomen. Zo jongens, ik ben weer lekker thuis. Ik heb Jeremiah opgehaald nadat we hadden gegeten. En ja, nu zijn we thuis. Ik ga me zo meteen even lekker opfrissen. En dan ga ik mijn bed in. Ja. Morgen weer een nieuwe week. En ik ga meteen de vlog ook meteen afsluiten. Dus... het was niet super spannend, maar ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden om mij weer te zien na 2 weken. En vergeet vooral niet te abonneren en deze vlog te liken. Like dikke duimpjes, blauwe duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie gauw weer.